Hallo jongens en welkom terug bij weer een nieuwe video. Vandaag ga ik het hebben over mijn spiraal, mijn hormoonspiraal om heel precies te zijn. Ik ga in deze video aan jullie vertellen hoe het ging tijdens het zetten, waarom ik überhaupt voor een hormoonspiraal ben gegaan en gewoon wat de bijwerkingen zijn, hoe ik het tot nu toe heb ervaren. En ik ga ook nog een aantal van jullie vragen beantwoorden, dus ben je benieuwd, blijf dan gezellig even kijken, doe het duimpje omhoog. Abonneer ook even op mijn kanaal als je hier nieuw bent, dat zou heel erg veel voor mij betekenen. En laten we snel gaan beginnen. Oké, ik ga eerst beginnen met het vertellen met waarom ik voor een spiraal ben gegaan en hoe mijn keuze is gevallen op de Mirena spiraal. Dus ik ga beginnen met dat ik zo'n 2 jaar geleden gestopt ben met de pil, omdat ik daar heel erg veel last van kreeg. Zeg maar mood swings, aankomen, vocht vasthouden, een beetje sombere gevoelens, sombere gedachtes. En daar wilde ik graag vanaf. Dus toen ben ik gestopt met de pil en dat is mij heel erg goed bevallen. Mocht je daar benieuwd naar zijn, ik heb daar meerdere video's over gemaakt. Ik zal ze proberen te linken hier in de beschrijving. Goed, uiteindelijk heb ik zo'n 1,5 jaar hormoonvrij geleefd. En dat beviel me eigenlijk heel erg goed. Behalve dat mijn menstruatie best wel heftig is van zichzelf. En hoewel het wel heel erg regelmatig is, was het wel gewoon pittig. En ik vond het wel echt een hele vervelende tijd, zeg maar. Plus, na het stoppen van de pil is mijn acne heel erg teruggekomen. En ik wist het ook allemaal niet meer. Ik weet zeker dat ik hormonale acne heb. En ja, daar moet ik gewoon nog steeds mee leren dealen. Maar goed, dus dat is gewoon heel erg achteruit gegaan. Maar voor de rest voelde ik me dus echt heel erg goed. En vrolijker en een soort van lichter. En het voelde echt alsof ik gewoon betere energie om me heen had. Dus dat vond ik in ieder geval heel erg fijn. En ik vond het niet de moeite waard om weer terug te gaan aan de pil. Zodat mijn huid in ieder geval weer mooi zou worden. Want dan zou ik wel, zeg maar, heel veel nadelen weer ervaren van de pil. Dus ik wilde dat liever niet. Op een gegeven moment werd ik single en had ik eigenlijk überhaupt geen anticonceptie meer nodig. Maar toen leerde ik toch iemand kennen waarmee ik al een tijdje aan het daten was. En toen hebben we erover gehad voor een bepaalde anticonceptie. En toen zei ik dat ik sowieso niet aan de pil wil. Maar ik was eigenlijk altijd wel benieuwd naar een spiraal. En ik zat erover na te denken om een koperspiraal te nemen. Uiteindelijk ben ik daarvoor gegaan, want ik was alweer aan het daten en bla bla bla. En ik dacht, nou, weet je, dit is hartstikke chill. En je zou misschien nu denken, waarom heb ik nooit een spiraal genomen terwijl ik nog met mijn ex was? Ook daar hebben we over gehad. Maar omdat ik, zeg maar, echt hormoonvrij wilde leven en echt even niks in mijn lichaam wilde hebben, hebben we het eigenlijk gelaten. En ineens kwam het weer ter sprake in mijn leven en ben ik er weer over na gaan denken. Ik heb besloten om een koperspiraal te nemen. Ik ga naar de dokter met de allerbeste bedoelingen. En ik zeg, zus en zo, dit is mijn situatie. Ik zou heel erg graag spiraal willen en het liefst hormoonvrij. Dus het liefst ga ik voor een koperspiraal. En toen heeft ze mij een aantal vragen gesteld en met het advies gekomen om dat dus niet te nemen voor mij. Trouwens, ik ben helemaal vergeten om een disclaimer te geven. Dit verhaal is natuurlijk mijn verhaal. Dit is vanuit mijn ervaring allemaal. En ik vertel het hoe ik het allemaal beleefd heb en hoe ik het zelf onthouden heb. Mocht jij twijfelen over bepaalde anticonceptie of wat dan ook, ga dan uiteraard gewoon naar je huisarts, want dat ben ik natuurlijk niet. En ik ben hier om alleen mijn eigen ervaring met jullie te delen. Om jullie misschien aan het denken te zetten of gewoon in ieder geval te vertellen hoe het voor mij is. Zodat je je niet alleen voelt of zodat je beter geïnformeerd bent over meerdere hoeken, zeg maar, van het verhaal. Wow, dat was echt lekker Nederlands. Anyways, naar de dokter gaan dus, als je het overweegt. Dat heb ik ook gedaan. Ik ben naar de dokter gegaan. In ieder geval, een van de vragen was, hoe is mijn menstruatie? Nou, mijn menstruatie is net een tsunami. Het is echt niet te stoppen, niet te redden. Is echt niet normaal. En ook pijnlijk en echt gewoon heel erg veel. Echt heel erg veel. Vooral de eerste 2 dagen kan ik eigenlijk niet bewegen, want dan denk ik al, woe, daar gaan we. En toen ze dat hoorde, zei ze, oeh. En wat mijn dokter ook zei, dat is echt haar mening, haar advies. Ze zei, ik zou eigenlijk alleen een koperspiraal aanraden als je menstruatie super, super, super licht is en eigenlijk ook maar heel kort duurt. Nou, mijn menstruatie duurt sowieso 1 week en het is echt een dikke tsunami, dikke kraanwater, zo hoep, maximaal open. Dus toen zei ze van, dan wordt het nog erger en dan ben je nog langer ongesteld. En toen dacht ik, ja maar hallo, dat is niet hoe de wereld werkt. Dat wil ik echt niet. En eigenlijk ben ik toen op dat moment heel snel overtuigd om voor een Mirena spiraal te gaan. Want ze had natuurlijk wel een standaard verhaaltje met, ja Mirena die heeft minder hormonen dan de pil. Omdat ik natuurlijk haar had uitgelegd dat ik niet zoveel pil in mijn, of niet zoveel hormonen in mijn lichaam wil. En toen zei ze, ja een spiraal heeft eigenlijk maar 3% van
3 of 30. Iets met een 3. In ieder geval veel minder hormonen dan de pil. Plus de pil heeft 2 soorten hormonen. Een vrouwelijk en een mannelijk hormoon. En de spiraal heeft alleen vrouwelijk hormoon erin. Dus het is allemaal minder. En wat de dokter ook gezegd heeft is dat het zeg maar plaatselijk geplaatst wordt. Echt in je baarmoeder. Dat dat dus plaatselijk alleen daar verspreid wordt. Nou heb ik inmiddels veel meer onderzoek gedaan. En is die informatie een beetje achterhaald. Maar goed. Ik weet ook niet wat ik dan eerder moet vertrouwen. Mijn dokter of het internet. I don't know. In ieder geval, ze zeggen wel dat die hormonen wel door je lichaam gaan. En persoonlijk geloof ik daar ook in. Ik kan me haast niet voorstellen dat die hormonen alleen maar daar beneden blijven. En niet door de rest van je lichaam gaan. I don't know about that. Ik denk het niet. Ik denk dat het wel door heel je lichaam gaat. Toch ben ik voor Mirena gegaan. Ik zei ook tegen haar van, nou ja, weet je, als het me niet bevalt, dan haal ik hem er weer uit. En toen zei ze, oeh, dat is best wel een duur grapje om dat zo even tussendoor te proberen. En ik zo, wat kost dat dan? En in ieder geval, Mirena kost iets van €150 plus het inbrengen en weet ik veel wat dan. Maar ik zo... Nou, nooit had ik daar rekening mee gehouden. Maar goed, uiteindelijk, zo'n spiraal, ze zeggen dat je het 5 jaar erin kan laten. En als je het dan over 5 jaar verspreidt, het scheelt je een heleboel andere anticonceptie. Het scheelt je uiteindelijk misschien een beetje maandverband. Want ze zeggen dus dat je menstruatie weg kan gaan. Nou, in ieder geval, het is een hoop geld. Dat is het zeker. Oké. Ik heb afgesproken om dat te doen toen ik weer ongesteld was. Dat was een van de vragen, moet dat tijdens ongesteldheid? Dat verschilt per dokter. Ze zeggen dat het makkelijker is met inbrengen als je wel ongesteld bent. Andere dokters zeggen dat het niet uitmaakt. Mijn dokter die had liever dat ik het tijdens mijn menstruatie zou doen. Nou, klaar. Dus ik wil wachten op mijn menstruatie. Ik daarheen. Wat ik die ochtend heb gedaan is ik heb ibuprofen genomen en toen ben ik daarheen gegaan. Het was gewoon in de ochtend. Ik had zelfs nog geen ontbijt gegeten. En ik had gewild dat ik dat wel had gedaan. Maar goed, 's ochtends eten is gewoon een drama. Dus ik ga daarheen. Oké, het inbrengen. Oh my god. Ik wil niemand bang maken. Maar echt. Ik heb ook gewoon echt een hele lage pijngrens. Dat moet ik ook vertellen. Ik ben echt voor alles bang. Alles doet pijn. En ik ben echt een mietje. Mocht jij geen mietje zijn, dan zal het waarschijnlijk wel meevallen. Want ik hoor van heel veel dames dat het echt heel erg meevalt. Maar goed, dus ik ga daarheen. Ik moest op zo'n stoel, bedje, dingetje liggen. Met mijn benen wijd natuurlijk. Broek uit, alles uit. Nou, als eerste kwam ze natuurlijk met die eendenbek. Eendenbek. En ook zo'n metalen eendenbek. En ik had al een keer eerder zo'n eendenbek binnengekregen. En die was van plastic, kan ik me herinneren. En dat was echt, ik ben denk ik getraumatiseerd toen ik bij een gynaecoloog in de stoel zat. Maar goed, zij kwam met zo'n metalen ding aangezet. En ik dacht al, daar gaan we weer. Maar goed, zij pleurt zo dat ding naar binnen. En in één keer, and I kid you not, zij houdt dat ding zo vast. En zo, oh wacht eens even, ik ben wat vergeten. En zij flikkert hem zo. Terwijl het al in mij zat. En ik zo. En zij gaat gewoon rustig weg iets ophalen wat ze vergeten was. Nou, je kon me oprapen. Echt waar. Dat was verschrikkelijk. Nou, dus zij weer terug. Als allereerste wat ze doen is ze gaan opmeten hoe diep en zo het daarbinnen is. Dus zij pakt zo'n hele staaf. En het gaat naar binnen. En dat is echt allemaal prima te doen. Totdat. Oh nee, wacht. Oh my god. Oh my god, ik vergeet wat. Als allereerste had zij van zo'n tang had ze. En ze moet de baarmoedermond openmaken. En het klinkt veel heftiger dan dat het was. Want ook dit vond ik prima te doen. Ze zet hem volgens mij open. In ieder geval, het voelt echt alsof iemand zo knijpt. Dat is letterlijk alles. Maar dan op een hele rare plek. Want daar word je als het goed is nooit echt geknepen. nou, dus met die tang erin, die tang die blijft er binnen en op een gegeven moment pakt ze zo'n staafje heel dun. Nou, in ieder geval, je hebt eerst de hele ingang en dan kom je dus in de baarmoeder in dat driehoekje. Dus die staaf die gaat zo naar binnen, dat is top, dat is echt prima te doen. En dan moet die zo in dat driehoekje, want dat is precies wat ze moeten opmeten, want daar moet dat ding in.
Dus zij drukte hem zo door. Ik zo, nou, in ieder geval. Dus dat was gebeurd, dat ding eruit. Oké, nou, was prima. Zij zegt, het is allemaal goed geschikt en we gaan het doen. Nou, prima. Het was weer een soort vergelijkbaar staafje waarmee zo'n spiraal naar binnen wordt gezet. En zo'n spiraal die ziet er natuurlijk uit als een T'tje, maar het gaat niet zo als een T naar binnen. Het is gewoon zo dichtgeklapt en op een gegeven moment klapt die open als die dus in de baarmoeder zit. Eigenlijk toen haalde ze haar hele gereedschapskist eruit wat ze er allemaal al in had gezet. En het was klaar. Dus ik zag al dat ik wat aan het bloeden was. Maar goed, ik was ook ongesteld. Dus het was wel iets meer. Maar goed, weet je, het was helemaal niet raar. Ik ga naar huis. Eigenlijk niks aan de hand. Het enige wat ik echt voelde, ja, dat waren echt een paar van die hele heftige menstruatiekramp steken in mijn buik. Maar ik dacht, weet je, het valt eigenlijk heel erg mee. Ik weet niet waar iedereen het over had. Want op het moment dat, zeg maar, alles eruit getoverd wordt, is de pijn ook eigenlijk zo goed als voorbij. Dus ik ga naar huis. Ik loop nog even langs de supermarkt, want ik had natuurlijk nog niet gegeten. Ik denk, ik ga even iets lekkers voor mezelf halen. Ik had ook met mijn vriendinnen overlegd, die wel een spiraal hebben. Die zeiden allemaal, joh, die dag dat jij spiraal gaat inbrengen, hou het gewoon lekker vrij, want waarschijnlijk heb je toch nergens zin in om ook maar iets te doen. Dus hou het gewoon lekker vrij. Dus ik had besloten om iets lekkers voor mezelf te halen, om mezelf een soort van te belonen. En ik voelde me eigenlijk al top. Ik dacht van, nou ja, het enige wat ik voelde was misschien een beetje licht in mijn hoofd. En daarom zeg ik ook, ik had waarschijnlijk van tevoren wel moeten eten. Nou, dus ik ga naar huis, ik ga eten en ik voel al wel wat meer krampen. Maar ik dacht, ja, ik moet gewoon even eten en dan zie ik het allemaal wel weer. En ik was bij mijn ouders thuis en ik dacht, ik ga gewoon lekker een serie kijken. Dus op een gegeven moment ging ik in bed liggen, ging ik serie kijken. En vanaf dat moment, het maakt niet uit hoe ik ging zitten, hoe ik ging liggen, wat ik aan het doen was. Het maakte niet uit hoe ik lag of lang uit of in elkaar of op mijn linkerzij of op mijn rechterzij. Op mijn hoofd, op mijn voeten. Het maakte allemaal niet uit. Letterlijk alles deed zo'n pijn dat ik echt dacht van, oh my god, is dit het? Is dit het einde van mijn leven? En toen, ik kreeg het niet eens voor elkaar om echt de serie te kijken, dus ik voelde me ook echt door alle pijn en alles voelde ik me ook echt kapot. Toen ben ik gewoon weer gaan slapen. Het was letterlijk nog niet eens middag of ik lag alweer te pitten. En ik heb echt urenlang geslapen. Ik kon niet meer. Op een gegeven moment kwam mijn moeder thuis. Rond 5, 6 uur of zo. En ik lag echt zo op bed echt gewoon te sterven. En mijn moeder die zei van, oh mijn god, hoe ga je dit overleven? Ik zeg, ik weet het niet. Nou ja, en de volgende dag had ik best wel een drukke werkdag. Dus ik moest sowieso die dag terug naar Amsterdam. En mijn moeder zo, oh my god, dat komt echt niet goed. Ik zo, jawel, jawel. Maar goed, het deed me gewoon heel erg goed dat ik heel veel had geslapen. En toen had ik avondeten gegeten. En toen ging het eigenlijk wel. Ik had wel wat krampen, zeg maar, in mijn buik. Maar ik ben gewoon met de trein naar Amsterdam gegaan, die 2 uur. Ik ben gewoon thuis gekomen en alles ging wel goed. En de volgende dag werd ik wakker en ik zweer, niks aan de hand. Letterlijk niks aan de hand. Het was over, het was klaar. En ik heb denk ik de eerste week wel af en toe wat krampen gehad. De eerste maand heb ik eigenlijk niet gebloed. Toen heb ik een maand of anderhalf elke dag gebloed. Maar goed, ik wist ook dat het een risico was. Want je lichaam moet eraan wennen. Dat kan wel 3, 4 maanden duren totdat je lichaam daaraan gewend is. Ik heb ook wat verhalen van jullie gelezen dat jullie echt een half jaar aan het bloeden waren. Dus dat kan gewoon per lichaam verschillen. Bij mij was het zo, eerste maand was er niks en toen anderhalve maand of zo wel. En er waren ook een paar vragen over of je het voelt zitten, überhaupt. Ik moet zeggen, de eerste 2 maanden voelde ik het af en toe wel zitten. In de zin van dat ik af en toe een krampje hier en daar kreeg. Dat ik dacht van, wat zou het zijn? Oh ja, dat is mijn spiraal. En ik voelde het ook tijdens de daad. In het begin heel erg. Ik denk dat ik het eerste maand tot 2 maanden zeker weten heb gevoeld. Mijn spiraal heb ik nu bijna 5 maanden in. En de bijwerkingen die ik tot nu toe vooral heb gemerkt, dat is gewoon dat mijn menstruatie nu gewoon onregelmatig is. Ik zie het niet echt aankomen, maar het is wel zodanig weinig dat het me niet uitmaakt. Ik heb nog steeds hele goede hoop
dat mijn menstruatie helemaal weg is straks. Het hoeft niet te betekenen dat je menstruatie helemaal verdwijnt met Mirena spiraal. Dat gebeurt eigenlijk maar bij 30% volgens mij. En ik heb ook even gegoogeld hoe typische Mirena spiraal acne eruit ziet. En die heb ik 100%. Dat zijn kleine bultjes, voornamelijk op je kaak, maar ook eigenlijk over mijn hele gezicht. Mijn hele gezicht heeft best wel veel structuur gekregen door al die kleine bultjes. Dus ik ben nog even aan het kijken hoe ik dat het beste kan oplossen en wat ik het allerbeste kan doen. Ik zit er ook over na te denken om misschien zo'n antibiotica kuur bij de dokter te halen tegen mijn acne. Mocht je daar ervaring mee hebben, laat me alsjeblieft even weten of op Instagram of hier hoe je dat hebt ervaren. Vooral in combinatie met eczeem. Die heb ik al van mezelf en ze zeggen dat je alleen nog maar meer uitdroogt. Dus ik ben daar een beetje bang voor. Weet je, sommige mensen zeggen, goh, haal dan de spiraal eruit en dan heb je dat in ieder geval niet. Maar ik heb van mezelf sowieso al een hormonale acne. Zonder spiraal heb ik acne, met spiraal heb ik acne. Dus dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Qua gevoel en zo en qua die typische hormonale schommelingen heb ik eigenlijk nog geen last. Ik vind dat ik best wel gevoelig daarvoor ben, maar ondanks dat ik daar gevoelig voor ben en dat ik daar heel veel last van had tijdens de pil, voel ik het nu nog niet. Ik moet ook heel eerlijk zeggen, na de pil merkte ik het ook pas na een jaar of anderhalf hoeveel last ik er echt van had. Dus misschien merk ik het nog niet of is het gewoon nog niet zodanig ingewerkt dat ik het ook echt al zou merken. Dus daar kan ik nog geen antwoord op geven. Misschien dat ik nog een update video ga maken. Ik weet niet of er nog meer vragen zijn of ik nog dingen niet heb beantwoord. Goed, in ieder geval, dit was mijn storytime en mijn verhaal en alles omtrent mijn spiraal. Misschien komt er nog een deel 2 als ik andere dingen meemaak, als ik andere dingen zie, beleef, whatever. En mocht je nog vragen hebben, stel ze dan even hieronder in de comments. Dan wil ik jullie nu heel bedankt voor het kijken, jongens. En hopelijk tot de volgende keer. Doei doei!